In de regio Rotterdam rijden tot drie uur vanmiddag geen trams, bussen en metros van de RET. De vakbonden en het personeel van het vervoersbedrijf voeren vandaag opnieuw actie tegen bezuinigingen en de aanbesteding van het openbaar vervoer. Ook in Amsterdam en Den Haag worden acties georganiseerd. De regio Rijnmond komt bij van een avond en nacht met flink wat neerslag. Vooral het gebied rond Alblasserdam en Leerdam heeft veel last gehad van de regen, wind en grote hagelstenen. Talrijke auto's liepen schade op. Vandaag een prima weerdag. We beginnen wel bewolkt en droog. Maar in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag, ja, toch wel geregeld de zon erbij. Wordt een hele leuke middag. Temperaturen komen uit op ongeveer 19 graden. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen, maar wel zo aangenaam.